Een folder wordt een stuk interessanter en professioneler als je zorgt dat hij helemaal bedrukt lijkt. En dat gaan we doen door een achtergrond achter de pagina te plaatsen. Om het goed duidelijk te laten zien, begin ik met een leeg document. Het document ga ik eventjes op dezelfde manier liggend laten zien als de folder waar we mee bezig zijn. Hij heeft nog wel niet de drie kolommetjes, maar het gaat meer om de achtergrond nu. Dan ga ik naar ontwerpen toe en we gebruiken de link watermerk, de knop watermerk, om daar een aangepast watermerk te gaan maken wat gaat bestaan uit een afbeelding. Ik klik hier dus ook aan afbeelding als watermerk. Ik heb plaatjes gedownload, dus ik ga afbeelding selecteren en ik wil de achtergrond van school aan één kant van de folder hebben. Ik kan kijken hoe groot de afbeelding wordt met de automatische stand. En het vinkje dat hier bij wassen staat betekent dat de foto bleek wordt. Ik zal hem eerst laten zien zonder. Klik op toepassen en dan sluiten. En dan zie je dat hij hem automatisch niet helemaal tot aan de rand trekt. En als ik ga kijken hoe hij eruit ziet met afdrukken, dan is hij gewoon donker en scherp. Dat wil ik nu nog niet. Ik wil namelijk dat hij wazig wordt, zoals dat gebeurt als ik op wassen klik. Het vinkje er nu in zet. Dan zie je dat hij heel wazig wordt, ook als ik op een afdrukvoorbeeld kijk. En dat is eigenlijk wat ik nu wil. Het heeft wel de sfeer van de school, maar het is niet zo dat als je daar tekst overheen zet, dat je die tekst niet meer kan lezen. Daar is het eigenlijk voor bedoeld. Het ziet er een stukje professioneler uit. We gaan nog een keer terug, aangepast watermerk. Ik vind de maat nog niet goed, dus ik wil even gaan kijken wat er gebeurt als ik de afbeelding een iets ander formaat geef, want ik wil eigenlijk zo groot mogelijk. Nou, ik ga eens even kijken bij 100%. En dan blijkt dat alles heel groot wordt. Nog steeds is school herkenbaar, maar ik vind eigenlijk dat ik te weinig ervan zie, dus ik ga nog een keertje kijken, bijvoorbeeld bij 75 of 70%. En dan is de school al wat herkenbaarder. Nou, ik ben hier wel tevreden mee. Ik ga even kijken of die ook bij het afdrukken wazig blijft. Er staat goed ingesteld. Je ziet dat er hier nu een witte rand omheen zit. Dat komt omdat de printer daar niet kan afdrukken. Dat kun je oplossen door later de folder wat bij te snijden. Eigenlijk afsnijden. Zodat je die witte randjes kwijt bent. Maar het is al een heel stuk leuker als er zoiets achter staat dan wanneer je dat met de volledige gekleurde folder doet. Dat is dus hoe je een watermerk achter je afbeelding zet. Succes!